I didn't expect, so I was shocked. I was too quiet, too lazy for me. Now it's good. There's fire between us now. We're getting set for Glory 78, which features... Volgens mij heb ik hem op achterstand gezet, want hij begon te lachen. Dus dat is gewoon voor mij een teken van onzekerheid. Je kan hem nu op achterstand zetten, maar morgen moet je het nog steeds doen als de bel gaat. Snap je? En dan kan nog steeds alles gebeuren. Ik ben voorbereid. Hij noemt zichzelf de White Tiger. Die gaan we morgen dus uitroeien. Ik verloor van hem op Glory 66. Het was geen goede partij voor mezelf. Hoewel ik wel vond dat ik had gewonnen, maar voor de wedstrijd in de voorbereiding, ja, ik brak mijn rib. Zoveel dingen die er mee speelden, dus ik maakte er ook geen punt van. Hij was gewoon toen de betere. Maar morgen gaan we het recht zetten, 100%. Ik weet wat de fout ging. Ik weet wat hij doet, nog steeds. Het is nog steeds hetzelfde als 2 jaar geleden. En ik weet gewoon nu wat ik moet doen om die partij naar me toe te trekken. His nickname is The Tank, Tariq Tavares. Ik heb nooit zo'n lange voorbereiding gehad. Ik ben ook echt fit. Volgens mij, ik ben echt nu de fitste wedstrijd ooit, volgens mij. De motivatie zit goed in. De aandacht van de media zit er goed in. Dus je voelt eigenlijk alles eigenlijk. Je voelt de druk, je voelt de positieve energie wat eruit komt. Dus ik heb er echt zin in om morgen te knallen. En om weer het publiek te laten genieten. Antonio Prazima. Nou, dat wordt gewoon eigenlijk 2 racketten tegen elkaar. Ik ben benieuwd. Hij mag zeggen, we gaan er een crazy fight van maken. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik ga niet een stapje achteruit in ieder geval. Sla me maar dan neer, want ik ga niet stoppen. Ik ga voor de winst natuurlijk, want dat gaat ook gebeuren. The winner by the majority decision of the judges, from the black corner, Tariq the Tank Kapanen. Natuurlijk, het was heel kloten en het heeft een weekje nodig gehad om het even te verwerken. Maar daarna ben ik juist meer gemotiveerd en de sportschool ingegaan, meer energie. En daardoor ben ik nu helemaal goed voorbereid. Richter. Dat is natuurlijk een toernooi met Rico. Er is gewoon heel veel media bij kijken, heel veel mening van andere mensen. En dat gaat toch in je hoofd zitten. En dat merk je in de wedstrijd. Ik was niet gefocust, ze luisterden niet naar mijn trainer. En nu heb ik dat allemaal geprobeerd aan de kant te zetten. Dus niet te veel media. Van mijn eigen kracht uitgaan. Veel gemediteerd. Dus gewoon dat ik nu veel rustiger ben en ook rustig de wedstrijd in kan gaan. En dan echt de focus kan houden in de partij. Ik heb geleerd dat het mentale gedeelte ook heel belangrijk is. Ik zat er met mijn hoofd niet in tijdens die wedstrijd. Dus deze voorbereiding ben ik daar heel erg op gefocust. Het mentale gedeelte, veel gemediteerd. Dus ik denk dat wel een groot voordeel gaat zijn deze partij. Ja, dat vind ik wel vervelend. Ik moest vanochtend gewoon om 6 uur opstaan, hier om 8:30 zijn. En hij komt net iets te laat, dus dat vind ik wel wat minder. Ik vind gewoon dat je dan ook op tijd moet zijn, maar ja. Het zij zo, hij is nu de king, dus hij bepaalt zijn eigen tijden blijkbaar. Glory 78, which features of course the return of Badr Hari. I didn't expect, so I was shocked after this. I didn't expect today. Situation like this before press conference, I expect situation like this, but he was nice for me. Na de wedstrijd komt Badr weer naar hem toe, gaat hij hem bedanken alles, maar je moet even die knop omdraaien van denken, je weet wat is, deze jongen, hij wil van mij winnen. Dus dit kan je niks kwalijk nemen, het is gewoon even die knop omdraaien, te laten zien, oké, weet je wat is, het is nu voor Echi, klaar, we gaan nu echt beginnen. Ik weet dat het draait om de ring, op dat moment daar. Wat je ook doet daarvoor, maakt allemaal niks uit. Ja, ik denk dat het ook wel een mentaal spelletje is om een beetje bang te maken. En het ligt dan aan de Poolse jongen of dat werkt. Oh no man, I'm not afraid. I'm afraid of nothing, really. Yeah. Het zou me eerder juist motiveren, maar het zou me niet naar beneden krijgen of zo. Het zou me juist motiveren om terug te pakken. For me it's better, yeah. I was too quiet, you know, before the fight. I was too quiet, too lazy for me. Now it's good. There's fire between us now. Bigger motivation for me before the fight. Het is iedereen zijn eigen ding. Ik ben niet zo.
Ja, bij mij moet dat niemand gaan doen, want dan pak ik stoel gewoon op je hoofd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino.